Is het gewoon over met dat linkse geluid? Ik vind dat dat wel, wel waar is, ja. En ook wel een felicitatie voor Nederland. Dat daarmee is afgerekend eigenlijk. Lieve mensen, daar gaat hij. Ja, ik namens Poont natuurlijk. Trek en ik denk dat onze kijkers, dat mag jij doen, meneer Jeppmans, als toch winnaar van deze verkiezingen met 3 zetels. Onze kijkers zijn hier natuurlijk. Je moet tegenaan slingeren, toch? Nee, man. Je mag hem ook tegen zo'n paal aangooien, als je wil. Ja, daar zijn we er ook vanaf. Dan ga je gang. Maar hij moet wel open, maar dat moet nu of zo. Dat moet nu, ja. Dat moet Annabel. Dit zijn mensen die het grijze midden zat zijn. Ja. Kijk, bijeen is mijn partij ook niet. Ik vind het heel extreem, maar het is een geluid. Het is een behoefte in de samenleving. En wij ook. Ja? Weet je, Joost zegt ook dingen die niemand anders zegt. Iedereen heeft altijd de mond vol tegenwoordig van diversiteit. En dan gaat het over flauwekul als wat er in je onderbroek zit of wat de kleur van je huid is. En ik denk, we hebben nu diversiteit in meningen, in plannen, in gedachten over Nederland. Maar links is wel redelijk gesloopt, dacht ik. Als ik het... Jawel. Wat is dan daar gebeurd eigenlijk? Is het gewoon over met dat linkse geluid? Ik vind dat dat wel, wel waar is, ja. En ook wel een felicitatie voor Nederland. Dat daarmee is afgerekend eigenlijk. Want daar zitten mensen niet op te wachten. Precies wat Annabel zegt. Het is de nieuwe partij en het is Kaag, het Kaag-effect, ja. Denk ik. En Rutte boven verwachting. Dat zijn de grote uitschieters. En de rest is eigenlijk afgerekend. Ja. Ook Wopke Hoekstra. Kijk, voor ons geld. We kijken alleen naar een kabinet waar wij echt iets in de melk te brokkelen hebben. Dan zul je ons aan tafel zien. Oh, we gaan meteen over de kabinetsformatie spreken, meneer Jeppmans. Die vraag ik helemaal niet gesteld. Goedemorgen. Maar dat kan dus inderdaad betekenen, als je een hele sterke Kaag hebt met een D66-verhaal, waar wij zeggen van jongens, daar passeren wij even graag langs. Ja, dan doen we het niet. Dus dat is voor ons eerst maar eens even kijken bij het ontbijt hoe dit nou precies gevallen is, waar we staan en wat we voor boodschap aan de verkenner gaan geven. Wat gaat u als in de Kamer zit? Als minister-president was minister-president, toch, ja. Maar wat gaat u nu als Kamerlid zo meteen als eerste doen? Als eerste gaan wij de nieuwe migratiewet indienen. Een wetsvoorstel voor een totale herziening van het asielbeleid. Dat is wat we gaan doen. Dat heb ik al gezegd. Dat is al in de maak. Dus en dan is de meerderheid inderdaad van de Kamer bepalend of zoiets slaagt. En dat heeft niets met een kabinet te maken. Dus daar gaan wij gewoon voor vechten. Bij ons in de Senaat. En dan komt hij bij aan de overkant. Kijk, dat is die tandemwerking waar we het over hadden. Wij hebben al 8 zetels in de Senaat. Joost gaat een wetsvoorstel doen. Nederland heeft duidelijk rechts gestemd. Dat komt bij ons in de Senaat. Wij zeggen duim omhoog, dan gaat het door. Gaan we het eindelijk eens aanpakken. Gaan we Bente Bekker een beetje helpen. Het is een lief kind, maar ze levert niet. Daar hebben we Joost nu voor.